Waarom werd de vervalsing aangezien voor Vermeers beste werk ooit? Dit is de Universiteit van Nederland. Jullie weten welk schilderij het is, hè? Emmausgangers van Vermeegeren. En ik wou eerst iets algemeens zeggen over vervalsingen. Want vervalsingen zijn ongekend populair in Nederland, vooral in de pers. Ik heb een zoon die werkt bij de culturele supplement van de NRC. Werkte. En zo gauw er maar de reuk van de vervalsing in de lucht was, dan begon hij me op te bellen. Pa, weet jij nog van dit en dat? Dat vinden de jongelui daar leuk. Hè? Want er is heel veel belangstelling voor. En wat is nou leuk? Dat is heel Nederlands dat we dat zo enig vinden, dat er een knol voor een citroen wordt verkocht. Dat is werkelijk het enige. Als je dus een beetje doorvraagt, hè, van... Pieter, kunnen wij niet een intellectueler onderwerp bij de kop vatten? Nee, vervalsingen. Nou, je krijgt ze. En nu is er een schilderij, dat zien jullie hier. En dat kun je gewoon vandaag de dag gaan zien in het museum Boijmans van Beuningen. En dat is de Emmausgangers van Meegeren. Dat heeft een hele ingewikkelde en langdurige geschiedenis, zoals Van Meegeren zelf ook. En je hebt een heleboel dingen nodig en die heb ik allemaal even opgeschreven. Die ga ik nu voor het eerst, ga ik mijn dictaat gebruiken, want ik wil dat jullie dit precies weten. Want anders dan is het niet goed. Dus dat ga ik even goed hier bekijken. We moeten iets hebben van een schilder die heel populair is. En dat was nou net in de jaren 30 Vermeer. Vermeer was net zo'n beetje Frans Hals voorbij, zal ik maar zeggen, in populariteit. En je had nog eens wat, die waardering was enorm aangevuurd door de grote Nederlandse cultuurhistoricus Johan Huizinga. En die had het bij Vermeer over de heiligheid der dagelijkse dingen. Nou, dat is heel mooi gezegd. En vervolgens kwamen er allerlei mensen die daar wat simpele conclusie uittrokken. Dat Vermeer dan ook moest zijn begonnen als schilder van religieuze onderwerpen. Maar die waren er niet. Er was één schilderij, dat is nu in Dublin, dat had een religieus onderwerp. Maar dat is zo'n raar schilderij dat iedereen het graag uit het oeuvre van Vermeer weglaat. Maar verder, dat was er gewoon niet. En lo en behold, opeens is er een prachtig groot schilderij van een religieus onderwerp. En niet zomaar wat, van de Emmausgangers. Van die mensen die met discipelen van Jezus, die na de opstanding met een vreemdeling oplopen. En dan opeens ontdekken bij de maaltijd dat deze man hun gestorven Messias is. Dat hij is opgestaan. Dat hij bij hen is. Dat is een enorm heftig verhaal. En, voor Van Meegeren, de heiligheid der dagelijkse dingen. Ze moesten toch ook eten, stond in de Bijbel. Dus dat is een prachtig, prachtig stilleven daar. En toch, ik kan me niet voorstellen. Het is jammer dat we niet even een enquête kunnen doen. Maar als ik nou zeg, dit is de mooiste Vermeer, want dat werd het toen. Het was het absolute meesterwerk van Vermeer. Het werd in 1937 ontdekt en in 1938 kwam het in het bezit van Beuningen. En van daaruit bij het museum Boijmans van Beuningen. Maar je ziet dat die hoofden, die hebben, vooral Jezus heeft een soort sentimentaliteit, dat kan niet waar wezen, dat kan helemaal niet 17e eeuw zijn. Dat is dus nog los van alle technische onderzoeken. Ga nou eens kijken en die rare dopogen van die figuren, dat is ook zoiets waar je denkt van wat hebben we hier? Maar dat licht komt inderdaad, zoals bij Vermeer, dat altijd het geval is. Dat licht, kijk, dat komt zo uit
dat venster aan de zijkant. Dat is goed, van links naar rechts. En verder modelleert het ook die figuren. Het heeft diezelfde dikke stofuitdrukking die Vermeer heeft. Maar die gezichten, zegt, dat is toch geen kijk. Nou ja, goed, hoe dan ook. Het was de allermooiste Vermeer. En nu moet je dus een aantal voorwaarden zijn er geweest. Waarom, die heb ik nou opgeschreven. Je moet zo'n stilleven hebben. Je moet de heiligheid der dagelijkse dingen hebben. Het moet religieus zijn. Maar je moet ook een ontzettend greedy museumdirecteur zijn. Je moet ook een ontzettend greedy museumdirecteur zijn. Die ontzettend graag de blitz wil maken met een topschilderij. Die zijn het makkelijkste te verneuken. Je moet ook een steenrijke verzamelaar hebben. Want als museumdirecteur heb je niet zomaar het geld om zo'n schilderij te kopen. Nou, die had je ook. Dat was Van Beuningen. En dan moet je een handelaar hebben van een goede reputatie. Zodat je niet meteen denkt dat hier misschien iets aan de hand kan zijn. En die had je ook, want het werd op de markt gebracht door een handelaar, Hoogendijk. Een hele bekende kunsthandel. En er moet ook een gevoel van urgentie bestaan. En dat is eigenlijk de mededeling dat in Rotterdam, dat het Rijksmuseum geïnteresseerd was in dit schilderij. Dat maakte in die tijd de rijke Rotterdammers dat die geprikkeld raakten. En dat je dus een stuk, dat gaan we toch niet meemaken. Weer dat godvergeten Rijksmuseum. En wat ook heel erg meehelpt, is dat er daarna grote chaos is met de Tweede Wereldoorlog. Zodat je ook niet zo gauw dingen kunt vergelijken als wij dat doen. Maar er is toch nog wel iets anders bij. En dat ligt bij de kunstenaar. Er is een kunstenaar die moet in permanente geldnood zitten. Dat helpt enorm. Hij moet in permanente frustraties leven. Dat is ook goed. En vervolgens moet hij ontzettend goed in technisch kunnen zijn. En dan doet hij iets en dat maakt dit schilderij toch zo bijzonder. Hij maakt niet een kopie van een oud schilderij, wat daarna eventueel verdwenen is of zo. Maar hij maakt er een versie van. Als ik nu het voorbeeld mag laten zien, dat is nou minder bekend. Kijk, dit is het voorbeeld. En dat schilderij heb ik toevallig 2 maanden geleden gezien. Dat hangt in het Brera in Milaan. En dat is van niemand minder dan Caravaggio. En dat is Jezus in Emmaus. Het is een veel rustiger schilderij dan die hele sterke close-up werking van het schilderij van Vermegeren. En Vermegeren heeft totaal andere kleuren, totaal andere organisatie van het licht. Maar een vervalser moet toch altijd wel een soort aanknopingspunt hebben. Maar nu heb ik jullie, geloof ik, een beetje duidelijk gemaakt wat er met Van Meegeren en met de kunstmarkt aan de hand moet zijn. Wil je zoiets als de Emmausgangers in één keer in de hele Nederlandse kunstliteratuur en ver daarbuiten als de allermooiste Vermeer. Er waren wel een paar mensen die daaraan twijfelden, maar dat waren maar heel weinig. En daar stond het. En nu achteraf weten we dat Van Meegeren al eerder was begonnen met vervalsen. En dat dit eigenlijk zijn meesterstuk is. Maar hij maakte andere schilderijen die jarenlang als oorspronkelijke schilderijen zijn doorgegaan. En één daarvan is nu in het depot van het Groninger Museum. Het is eigenlijk jammer dat die in het depot is. Kijk eens, en dat is dat linkse schilderij. En dat is een Frans Hals. En dat kun je zo zien. Heeft een beetje te dikke lippen. Maar heel veel Frans Halsen hebben dat. Heeft diezelfde losse schildertrand. Hij heeft eigenlijk ontzettend veel van wat aansprak. En dat schilderij dook eerder op. En dat kwam terecht. Dat werd gekocht. Nee, dat had een certificaat van de belangrijkste Nederlandse kunsthistoricus op het gebied van 17e-eeuwse Nederlandse schilderkunst. Hofstede de Groot. En die had een certificaat afgeleverd dat schilderij
dat dat oké was, dat dat een Frans Hals was. En toen kwam er op grond van chemisch onderzoek, bleek dat dat niet kon. Dat sommige van die verven in de 17e eeuw helemaal niet bestonden van die pigmenten. Dus dat dat niet kon. En die Hofstede de Groot, die deed iets wat wij als kunsthistorici nu ons niet meer kunnen voorstellen. Hij ontstak in blinde woede. En het was iemand uit Delft, een alleraardigste hoogleraar, die heel lang dit soort onderzoek heeft gedaan, professor Froentjes. En professor Froentjes had ontdekt dat dit dus niet kon. En die Hofstede zei, niet kan. Wat denk jij wel? Delftse prutser. Hoe kom je op het idee werkelijk? Om mijn oog in twijfel te trekken. Dat kan toch niet? Dus er is zo'n omslag ontstaan. Want hij was zo boos dat toen zei hij, de handelaar moest het terugnemen. Zei, dan koop ik het van je. En hij heeft dat schilderij gekocht. En Hofstede de Groot, zoals veel koppige mensen, kwam ook uit Groningen. En die heeft dat schilderij met zijn hele collectie aan het Groningen Museum nagelaten. Dus daarom is het daar. En hij heeft een boekje geschreven, Hofstede de Groot. Het oog of chemie? Nou, dat weet hij het wel. En hij rampt erin, terwijl er al een proces aan de gang was waar hij ongelijk had gegeven. Kortom, het is fantastisch om te lezen dat de kunstgeschiedenis zo is veranderd. Als wij nu iets in handen krijgen met een bepaalde toeschrijving, dan ga je eerst eerbiedig naar de restaurator of de materieel onderzoeker of die eventjes zijn kunde hierop los wil laten. En als die zegt dat er alleen al twijfels zijn, dan is het al helemaal verkeerd natuurlijk. Hè. Dus helemaal omgedraaid. We beginnen nu bij de materiële onderzoekers en pas dan komen we met het oog. En vroeger ging het oog voorop. En het type autoritaire kenner. Dat is een soort type, een soort menselijk type, wat tegenwoordig niet meer bestaat. Het is wel jammer, het waren wel kleurrijke types. Maar hier zie je rechts een echte Frans Hals in de Gemälde Galerie in Berlijn. En je ziet, het lijkt er werken. Dit is echt een goede vervalsing, echt prima. Maar niet heel origineel, hè, zoals die Emmausgangers. Nu, hij deed ook sommige dingen met hele gewone dingen uit het dagelijks leven van Megeren. Zo maakte hij hele mooie damesportretten, kijk. En dit waren het soort dames waar hij voor viel. Hij was getrouwd met een ook financieel zeer veel eisende actrice. Dit is ook zo'n dame uit Den Haag die er met zo'n swingende hoed geweldig florissant op staat. En diezelfde hoed gebruikt hij voor een vervalsing van Vermeer. Naar rechts, zie je dat? Die had hij kennelijk in voorraad. En hier kun je een beetje zien dat het een vervalsing is. Want het is een hoofd op steeltjes. Je wil dat die hoofd met een flinke duw rolt het hoofd van het lijf. Dus dat, daar kun je het een beetje aan zien. En dat gewaad ligt ook heel eigenaardig over een veel te ei lichaampje heen daar rechts. Maar verder is het een leuke, interessante Vermeervervalsing. Ook lang voordat hij de Emmausgangers maakte in Frankrijk. En nu krijgen we nog even de schilder zelf te zien. Ik heb het weer opgeschreven en ik wil het jullie echt goed leren. Wat dreef Van Meegeren? Heel typerend. Geldzucht en miskenning. En een antimodernisme wat bijna pathologisch was. Maar ook een leugenachtigheid. Hij wilde nog grootser leven dan hij met al dat geld wat hij met die vervalsingen had verdiend al deed. En dan wordt hij na de oorlog gearresteerd. Weet je waarom? Het is ironisch, omdat hij nationale kunstschatten, schilderijen van Vermeer en Frans Hals, had verkocht aan Herman Göring. En toen zei hij, ja, maar dat zijn mijn vervalsingen. Ja, zei ze, dat kun je wel zeggen. Nee, zei, dat is ook zo. En toen heeft hij in de rechtszaal college gegeven hoe hij Vermeer en Frans Hals vervalste. Dat was een geweldige, unieke
gebeurtenis. En ja, als je nou ziet wat hij zelf schilderde, dan begrijp je de frustratie beter. Kijk, dit zijn van die lullige hertjes die je nog vaak tegenkomt. Enorme, gladde, nikszeggende hertjes eigenlijk. Dus dat is, dat is hem. En nu gaan we nog één keer terug naar die... Ja, kijk. Dat is toch een mooi schilderij om mee te besluiten. Een vervalsing die de beroemdste Vermeer is geweest. Dank u.